dames en heren, wij weten hier alles over Lightning. Ja, wij weten wie er... De dames willen het niet vertellen in het programma. Nee, het is... We weten nu ook alles over deze single van Boer van Amst. En we weten alles over Maud. Overigens over Maud gesproken, dat wil ik nog even vertellen. Is dat we een mailtje binnenkregen dat Maud gesignaleerd is bij de Mac... U weet wel. En bij de Mac Febo. En daar is zij op weg naar een optreden in België. Maud, bel ons toch. Ja, we willen echt het, we willen nu het fijne ervan. We willen toch de amandel op de kous. Even terug naar de finalisten van het zesde zintuig. Aanstaande donderdag is het zover. Het is woensdag opgenomen. Wat staat er dan in een contract? Want jullie moeten dat geheim houden, Nicolien. Ja, maar het is ook veel leuker als het geheim is. Als je is het ook zo. Zien, als het... Helemaal echt tegen niemand gezegd? Bijna niemand heb ik het tegen gezegd. Tegen je het wel gezegd? Ja, dat zeg ik niet. Dat is geheim. Maar we willen je wel feliciteren dat je gewonnen hebt. Nee. Dank je wel. Dank je wel. Nee, wij speculeren hier. Nicolien, jij hebt gezegd dat het mooi is om te zien en te voelen... Dat, je, dat er iets is tussen moeder en kind, dat, wat jij ziet en voelt. Niet alle kandidaten hadden... Jij had die test niet, hè? Nee. Jij wel, Nicolien? Ja. Er waren een aantal baby's en je moest de baby bij de moeder zoeken. Ja, ik moest iets vertellen over die moeder en over haar zwangerschap... en hoe ze dat beleefd had. En er stonden een aantal baby's en dan moest ik van aangeven welke baby bij die moeder hoorde. Ja. En dat vond ik een hele mooie test om te doen. Omdat ik zelf, ik ben zelf ook moeder. En dan staat zo'n test, die staat dichter bij mij. Omdat ik ook van die baby's hou. En dan gaat het ook makkelijker om het te doen. Als het dicht bij jezelf staat. Ja. Ja. Is het iets ook wat de kinderen erven? Tess, je hebt ook kinderen? Nou, het kan erfelijk zijn inderdaad. Ja, hoeft niet, maar het kan wel. Het kan zijn dat je dat doorgeeft. Jij bent ook weer kinderen. Een oma of een... Ja, ik vermoed wel dat er een aantal gevoelige mensen in mijn familie zitten. Maar ze hebben er nooit echt iets mee gedaan. Ze hebben nooit zich heel erg in verdiept. Zoals ik dat nu doe, zeg maar. Nee. Ja. In Live in Cooking hadden we de dames. En over kinderen gesproken. Over kinderen gesproken. En dat ging over de... Ja, over het kind van Maxima. Maxima nu een jaar. Was vlak voor de geboorte van het laatste kindje van Maxima. Ja. Ze stond op knappen. En de dames hadden echt zoiets van... Ja, nee, dat voelen wij dan wel. Of dat dan een jongetje of een meisje wordt. Dat want kunnen dat we zo wel zie zeggen. Je en dat hangt eromheen. Dus dit waren de antwoorden van de dames vorig jaar. Lisbeth, wordt het van Maxima een jongetje of een meisje? Die krijgt een hele grote, dikke zoon. Een zoon? Jij krijgt een erge vader. Petra? Zoon. Een zoon. Ook een zoon? Ja. Maar hoe kan dat, Tessa? Hebben ze dat hun dag niet? Of waarom hebben ze het tussen alle drie gewoon niet goed? Ja, sommige dingen, ja, denk ik, weet je niet. Maar ik zou nooit zo stellig zijn van het is dit of het is dat. Het is meer iets wat je dan voelt. Maar je weet het toch nooit zeker, totdat het is. Als je het niet zeker is, zeg jij het niet? Als je het niet zeker doorkrijgt, misschien krijgen zij het wel heel zeker door. Ik ben wel selectief in wat ik zeg, ja. Oh ja? Ik moet dit wel checken bij mezelf. Van, is het inderdaad een echt beeld van buiten of is het iets wat ik zelf heb bedacht? Ja. Ik heb gevraagd of jullie je open willen stellen voor wat je dan voelt. Maar ik ben zo bang dat we straks in de internetuitzending... fantastische onthullingen van jullie krijgen die dan zo zonde zijn. Dat kan ik ze volgende week laten zien. Mm. Stel je nog open. Hè? Dus bedoel, we hebben nog tijd. Als er nog iets is, dan horen we het graag.